Ik ben Peter Brouwer en mijn nieuwe roman heet Het oog van de kraanvogel. Het verhaal gaat over een verbondenheid tussen twee mannen, over zelfkennis en identiteit. Het verhaal speelt zich af in het Amsterdam van de late jaren 80. Marcus, de hoofdpersoon, is dan 18 jaar en studeert piano aan het conservatorium. Daarnaast is hij druk met zijn vriendin Carlijn en met Arthur, een studiegenoot die hij dagelijks ontmoet. Ervaart Marcus de toenaderingen van Arthur als opdringerig of is hij nieuwsgierig? Carlijn heeft het niet begrepen op de altijd aanwezige studiegenoot en ze steekt haar wantrouwen, haar achterdocht niet onder stoelen of banken. Dat weerhoudt Marcus er niet van om zijn band met Arthur te onderzoeken en de confrontatie met hem aan te gaan. Waar was dat voor nodig? Je bracht hem in verlegenheid. Als jij geen duidelijkheid van je vriend wenst, doe ik dat wel. We zijn allemaal anders hoor. De een wat meer dan de ander, hij is vaag. Ik weet niet wie ik voor me heb. Jij mag Arthur niet, hè? Dat zeg ik niet. Ik ben alleen benieuwd waar hij jou voor nodig heeft. We volgen logeerpartijen op het strand, vrienden die onuitputtelijk langspeelplaten draaien, een strenge winter en Sophie, een vrouw die Marcus intrigeert. Ik ben impulsief, Marcus. Ik kan je tot alles overhalen. Echt. Je zult het moeten ondervinden, anders begrijp je het niet. Wat? Mij. Kwart eeuw later is Marcus op werkbezoek in Tokio. En dat is de plaats waar hij Arthur na al die jaren opnieuw zal ontmoeten. Ver weg van huis kijkt Marcus terug op een leven vol onvervulde verlangens. Ik weet het nog wel, toen in Bergen. Wij stonden net zo op dat duin. Ik hield je hand vast en dat wilde jij niet. En je had gelijk. Je moet het alleen niet groter maken dan het was. Ik weet niet precies hoe je over me denkt, wat je van me wilt, hoe je de toekomst voor je ziet. Ik denk alleen niet dat ik dit lang volhoud. Wat moet ik voor me zien? Doe niet zo raar, Marcus. Iedereen denkt na over de toekomst. Ook als die er niet is. Jij en exclusiviteit, dat begrijp ik niet. Wat begrijp je niet? Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat mensen voor jou inwisselbaar zijn. De ontmoeting met Arthur leidt onvermijdelijk tot een nieuwe confrontatie. Kijkt Marcus weg? Of heeft hij het lef om bij zichzelf te raden te gaan? Lees het. In mijn nieuwe boek, Het oog van de kraanvogel, verkrijgbaar in de lokale boekhandel of te bestellen via de uitgever.